Goedenavond dames en heren. Iedereen wakker in één keer. Is het handig als wij inderdaad een microfoon gebruiken? En ik denk dat het makkelijkst is dat we dan goed verstaanbaar zijn. Hè? Ja? Welkom deze avond bij toelichting op het ontwerp regionale kering hier in S. Mijn collega Hans Koekoek zal zo meteen een toelichting gaan geven. Die neemt jullie eventjes mee door de presentatie heen. Ongetwijfeld zullen jullie hier en daar nog wat vragen hebben. Weet dat er voldoende ruimte is om die vragen in ieder geval te stellen en om die te kunnen beantwoorden. Het fijnste is als het een beetje na het verhaal is van Hans, maar mocht je nou een hele dringende, prangende vraag hebben, stel hem dan gerust even tussendoor. Maar het is het fijnste voor Hans als hij even zijn verhaal kan houden. Daarna is er volop genegen leidt. U ziet hier ook al wat kaarten hangen, dus daar kunnen we straks ook nog eventjes naar kijken. Wij zijn er verder hier ook ter ondersteuning, dus als er dan vragen zijn, stel ze gerust. U heeft allemaal een kopje koffie, kopje thee. Als we straks klaar zijn, staat daar een nieuw vers bakje koffie of thee. Dan wil ik eigenlijk het woord geven aan mijn collega Hans. Goed, even wennen aan het geluid. Dank u wel. Welkom, Hans Koekoek. Inmiddels wel een paar keer hier gestaan of in een kleine gezelschap hiernaast in de bibliotheek. Probeer jullie in hoofdlijnen door het project te leiden aan de hand van een aantal sheets. Het lijkt erop dat het met het licht wel goed leesbaar is. Anders moeten we het misschien even zijn geven om hem iets te dimmen. Ja, hij gaat wel op dit moment. Okay. De regionale keringen. We hebben een aantal stappen voor voorbereid waar we jullie in mee willen nemen. Waarom de maatregelen? Wat gaan we doen? Drie deelprojecten. Keringen op orde maken. We willen jullie de drie hoofdprincipes van het ontwerp laten zien. Ook nog even op de uitvoeringswijze en hoe we omgaan met de werkzaamheden. Te zijn de tijd als het zover is dat er daadwerkelijk uitvoering plaatsvindt. En een planning. Wat staat er nu op de korte termijn op de planning en wat gaan we later in het jaar en volgend jaar allemaal doen? Een hoop detailinformatie verwerkt op de ontwerpkaarten, waar ik in de presentatie nu niet gelijk de tijd voor heb om dat voorkomen van wateroverlast. 1995, ik heb dat al een paar keer natuurlijk in eerdere bijeenkomsten genoemd, dat is wel de aanleiding, de dijk te laag. Daar is ook beleid voor gemaakt in de verordening van de provincie, verordening water, waar staat dat we dat moeten voorkomen. Parallel daaraan hebben we dus ook afgesproken bestuurlijk dat die keringen gewoon überhaupt op orde moeten zijn. Dus het is niet alleen dat er wateroverlast destijds was, maar gewoon het hele stelsel van regionale keringen in Brabant wordt op orde gebracht. En dit is er ook een stukje ecologische verbindingszone. Nou, dat is allemaal in S natuurlijk wel niet helemaal ongemerkt voorbij gegaan. Het haventje, de kikkertuin achter de school. In het rood de kering waar we nu mee bezig zijn. En in het blauw de herinrichting van de Essenstroom zelf. Nog een kilometer of 4,5 tussen grofweg S, de huidige stuw. En op beide punten is het ontwerp in feite doorgebeduurd om dat wel in orde te maken. En dat betekent praktisch gezien dat die vooral hoger en breder moet worden. Nou, uitgangspunten voor dat ontwerp, dat zit erin dat we robuust willen ontwerpen. Dus het ontwerp wat er ligt moet tot minstens 2050 en met klimaatontwikkeling tegen een stootje kunnen. Dus dat is in feite onze horizon waar we naar kijken. En we hebben een versterking in grond en binnenwaarts, dus het verleggen van die dijk naar achteren als het ware, als voorkeursoplossing. Welkom. Zoek een plek. Dat is in feite onze voorkeursrichting waarin we denken de beslag op te vangen.
En bij de Spankertstraat, helemaal aan de noordkant van S, daar is de oplossing om de sloot die langs de dijk ligt, die in feite mee op moet schuiven, onder de grond op te lossen. Dus met een buis en het stukje langs de huizen, relatief korte afstand, de sloot onder de grond door te leiden totdat die weer voorbij de huizen is en weer gewoon als een sloot verder gaat. Bestuur zijn gegeven aan, in feite aan alle besturen van de waterschap in Nederland, van er is in feite sprake van een soort trendbreuk. Als je de neerslaggegevens analyseert van de afgelopen 50 jaar, 75 jaar, zie je dat daar een soort oplopende lijn in is. En als je zeg maar dan ook plannen maakt voor de toekomst, dan zie je dat die lijn allemaal door blijft lopen. Terwijl wij daar een hoogte van de dijk uit, even heel kort de bocht, redeneren we dat de standaard een robuustheidstoeslag op zich van 40 centimeter. Dus als het pijl, noem het even 5,80 meter is, dan heb je een dijkhoogte van 6,20 meter. Tenzij er heel veel open water voor de dijk zit en je in feite ook nog de werking van de wind moet meenemen in je berekening van om golfoploop goed te verdisconteren in die nieuwe hoogte. Wat er in feite gebeurt, ik heb het hier op dit plaatje laten zien, golfoploop is overigens dat die dijk op zich wel hoog genoeg is als het stilstand water is, maar dat je door golfwerking en wind een grote oppervlaktes met water scheef kunnen gaan staan. Dat kan oplopen tot decimeters, meerdere decimeters. In ons geval is de berekening dat die 16 tot 25 centimeter scheef kan komen te staan. En daarmee dus alsnog over die dijk kan lopen. Nou, dat hebben we dus, en wordt vooral veroorzaakt door de behoorlijke overstromingsbeeld. Een beetje bovenstuffer in de bocht van de Kolleberg zit, waar die nu al onder de grond doorgaat. Dat die, eigenlijk ligt die dan op de plek waar de sloot zou moeten liggen. Dat blijft overigens bij bij de stuw zo. Maar hij wordt wel verlengd. Dus we gaan een stukje door naar het zuiden om ook een defensiepijpleiding voorbij te komen. Met in feite dezelfde oplossing. En vanaf op het moment dat die leidingen erbij zijn, gaan we de dijk verder naar buiten schuiven. De stuw. Het verplaatsen van de stuw. Wat daar in feite aan de hand is, is dat we de drie scenario's bij elkaar zijn gekomen. Drie oplossingen die allemaal zelfstandig ontwikkeld waren. En de allereerste die we hadden was in feite de vispassage. We hadden met de eigenaar van de overkant, even al de afspraak, dat dus nieuwe vispassage netjes om deze stuw heen kon. Was op zich een prima oplossing. Klein compromis, omdat die defensiepijpleiding vlak voor de stuw ligt. En daar moesten we als het ware nog overheen. Maar los daarvan, dat was een prima oplossing. De tweede was dat de huidige stuw, hij is inmiddels 63, 64. Dus die was aan een opknapbeurt nodig. Dus een renovatie van deze stuw. We zouden hem heel graag willen automatiseren om het zijn drie grote sponningen en de mannen van beheer en onderhoud die weten hoe lastig het is als die echt bediend moet worden, zeker bij hoge afvoeren. Is het in feite een verouderd ontwerp, dus dat zouden we, dus het is letterlijk dan het sluitstuk van je beekherstel of je herinrichting beheersstroom. Het gaat over de aanpassing van de waterlopen binnendijks. De sloot die achter de dijk ligt. Die wordt, eigenlijk gaan we twee stroomgebieden aan elkaar koppelen. Helemaal in het noorden, die zwarte lijn, wij zijn op deze scherm een beetje bruin, maar die donkere lijn die nu naar dit punt gaat, dat is de regionale kering zoals we nu in het plan hebben zitten. Daar ligt nu die sloot achter en die schuift principieel gewoon mee en blijft binnen dijks dat land van de afwatering voorzien. Waar we een beetje op anticiperen is dat de donkere stippenlijn er ook nodig is als je de Essenstroom gaat herinrichten en ook een stukje van de kleine A.
En dat zit niet in dit plan, dat komt straks met die herinrichting. Maar wat er wel gebeurt is dat we die afwatering daarmee, die nu nog gewoon op de kleine A loos, gaan aansluiten op wat hier de ES34 is. Dus de sloot die langs de Kollenberg loopt en vervolgens in het noorden, waar hier die rode stip staat, op de Essenstroomvloed. Dit plaatje dat je tegen de stuw aankijkt, gaat dan ook tot de verleden tijd behoren. Het zicht op de Essenstroom, dat zal ook verminderen natuurlijk van een aantal locaties, omdat je gewoon meer hoogte gecreëerd hebt. Keringen zijn nog steeds te bewandelen. En waar we nog aan werken is dat het in overleg met de bewoners van de Kollenberg, dat we aan het kijken zijn hoe we de sloot en de taluuts aan de huizenzijde kunnen opknappen. Zodat we... Met name die damwand. Ik kom straks even op de andere punten. Maar die damwandoplossing is natuurlijk dicht bij de huizen. We hebben daar onderzoek naar gedaan. En uit dat onderzoek bleek wel dat de huizen inderdaad behoorlijk dichtbij staan om met een traditionele heimethode, dus gewoon zo'n heistelling die erin trilt, je grens op de grens, dan wel over de grens van wat we dan de verzekeringsnormen noemen, heen zouden gaan. En dat je eigenlijk al als waterschap of als opdrachtgever geacht wordt daar maatregelen op te treffen om te beperken. Nou, wat we hebben gedaan is in feite beoordeeld van wat is er dan nog een alternatief mogelijk, en dan is traditioneel heien vanaf, dan kom je eigenlijk op trillingsvrij plaatsen van een damwand. Die machine die gaat op die damwand staan en drukt hem erin zonder dat die zeg maar zo staat te trillen. Dat zou kunnen leiden, het aanvoeren van materieel en zand en klei. Waar ik zelf wel gecharmeerd ben om dat vanuit deze contraille te doen, vanuit de Bokselse, dan kunnen we zo door de weilanden tot, nou, zo goed als de Kollenberg rijden, zonder dat we eigenlijk echt in de buurt van huizen komen. Wat ik net al zei, het stond overigens verkeerd in het Brabants Dagblad, die had gezegd dat het al in de inspraak lag, en dat was op zich bijna goed in de zin van dat we nu het eindconcept van het plan hebben. De kaarten die hier liggen zijn de laatste versie. Ik ga daarmee binnenkort naar het bestuur om ze te laten vaststellen. Dat wil ik in mei doen, zodat we juni de echte inspraakprocedure kunnen starten. Dus dat we gewoon... Welkom! Ja, Hans heeft al een mooi verhaal verteld over de dijkverhoging, mooie plannen. Gaat er over wat gebeuren rondom S, in S zelf ook. Ik ben ook projectleider van de Leunersdijk. Dus veel projecten die samenvallen, en hoe ga je dat plannen? Gelukkig zit ik regelmatig bij Hans aan de koffietafel met hoe staan de planningen voor, hoe staat het met de dijk, hoe gaat het met jullie brug. Dus die contacten met het waterschap zijn vrij nauw en de lijntjes zijn kort. Het is gewoon belangrijk om met elkaar contact te hebben. Gelukkig weten we elkaar te vinden en zitten we nog steeds mooi dichtbij. En die brug, dat is een mooi ding. En die gaat alleen nog maar mooier worden. Maar hij is alweer uit 1950 zelfs. Hij heeft ook verschillende namen, ben ik ondertussen achtergekomen. Kasteelbrug, Wittebrug, Brug Groenendaal, ik noem hem Brug Groenendaal. Maar ja, dat is de meeste, omdat Brug Groenendaal er zelf ook aan ligt. Ik kan hem ook de Spankerbrug noemen. Ja, wat ik al zeg, hij heeft wel 5 of 6 bijnamen. De Wittebrug. De Wittebrug. Zo doen we hem allemaal in het. Dus dat bord van 10 ton is terecht. En de staat van de brug, ik weet niet wie er eens een keer onder heeft gezien kijken, maar dan zie je het staal al, zie je al verschijnen. Beton valt eraf. Die betonnen bovenkant laat ook al wat los. Dus hij moet echt vervangen worden. Het programma van IJzer zijn we, dat was al reeds opgesteld in 2017. Maar ja, we zijn weer 1,5 jaar verder. Het waterschap is ook verder. Voldoet het programma van IJzer, voldoet dat nog? Nou, gelukkig voldoet dat nog voor een groot deel. Dus dat is alleen maar prettig. Op een aantal punten moet het nog wel aangepast worden. Hoogwaterseizoen. Ik heb de aannemer wel een opdracht gegeven. Eigenlijk moet er zo snel mogelijk een nieuwe brug komen. Dus
Ja, en hoe, op welke manier hij dat gaat uitvoeren, weten wij niet. Maar wij zeggen dat het design en construct contract, heel technisch. Maar die aannemer krijgt het programma van IJzer, krijgt een bepaalde tijd mee. En in die tijd moet hij een brug gaan maken. Hoe hij dat doet, weet ik niet. Misschien maakt hij al een brug in de loop zelf. Dat hij die ter plekke neer kan gaan leggen. Of hij doet het op de plaats zelf. Maar dat is aan de aannemer om daarmee...